Het populaire kinderprogramma De Taarten van Abel gaat zijn 5e seizoen in. Dat is reden voor een feestje. In het programma van de VPRO maken kinderen samen met bakker Abel een taart voor een speciaal iemand. Nou, inderdaad, het is van knutselen met de taart meer tot een talkshow geworden. En eigenlijk, de kinderen sturen mij brieven met een wens om een taart te maken voor iemand. En dan komen ze met een idee en een verhaal erachter. En dan, dan wordt er brieven uitgeselecteerd, kinderen uitgeselecteerd. Ik ga met mijn tassen vol met boodschappen naar de locatie. En dan gaan we samen prutselen en kijken wie is het kind en de taart achter het verhaal. 16 van die taarten met verhaal zijn nu verzameld in het boek Taarten van Abel. Ook de recepten zitten in het boek, zodat iedereen er thuis mee aan de slag kan. Het was wel erg spannend natuurlijk ook in het begin. Maar als je er bent, was het wel erg gezellig en leuk. En het is wel leuk hoe hij dat allemaal doet en zo. Dus het is wel erg gezellig. Ja, er moet een soort sfeer ontstaan en dat zien we in het mooie boek ook. Ik weet niet, je moet maar eens opletten, maar deze foto's worden na de aflevering gemaakt. En dan merk ik dat of het kind gaat op mij lijken of ik op hem. Want het wordt iedere keer, je zit echt in mekaars energie, weet je. Dus ik weet niet of ik gek ben, maar het is, let maar eens op de foto's, weet je. Dus ja, we zijn gewoon de hele dag met elkaar aan het spelen. En dan kom je in mekaars energie. En dan, als het goed is, het lukt niet altijd, dan ontstaat er een mooi gesprek en een mooi verhaal en een mooie taart natuurlijk. Oké, okay. Oh, hier hebben we het.